NEC ontving vanmiddag in de Goffert Heracles Almelo. Na 5 verliespartijen op rij telde vandaag maar 1 ding, de overwinning. En die kwam er. NEC won met 3-1. Na afloop spraken we met de spelers Lorenzo Burnett en Wojtek Golla en met trainer Peter Hyballa. Peter, van harte gefeliciteerd met deze overwinning. Wat vond je van de wedstrijd? Ja, eerst vond ik super. We hebben super gespeeld. We hebben heel veel dingen tactisch goed in posities, maar aan de bal was het vandaag beter. Er was heel veel dreiging, heel gedreven. Ja, en dan komt natuurlijk deze kut 0-1 naar de kut penalty. En dan hebben we daarna ook eigenlijk ook nog verder gespeeld. En ik heb ook altijd gecoacht van buiten voetbal spelen. Niet lange ballen nu doen, niet opportunistisch. Laat ons maar spelen. Ik hou ervan om mee te doen aanvallend. En dat is ook denk ik ook mijn kwaliteit. Dat heb je van Ajax uit meegekregen natuurlijk. Ja, dat heb ik te danken aan de jeugdopleiding van Ajax. En dat zie je toch wel weer dat heel belangrijk kan zijn. Zo'n wedstrijd waar je... Ja, dan kom je erin en dan geef je een voorzet, goal 2-1. En dan zag je ook bij mij de ontladingen persoonlijk. Wojtek, man of the match in a match like this. How is that? Yeah, I'm very happy. We got the 3 points, was a very important point for us. Because before we lost 5 games in a row. Heracles didn't get any chance. Yeah, they got just penalty in the first half, but... we didn't put our head down and I'm very happy because we played very well today. En dan ineens is alles weer terug. Pressie, voetbalkwaliteit, alles zat erin vandaag. Ja, heel knap is het natuurlijk echt naar 0-1 zo verder te spelen. Hè. Ik heb in het hele stadion, bij de spelers, bij de staff, heeft iedereen zo gedaan. En we zijn niet in depressie gevallen, maar weer opgestaan. En dat was heel belangrijk, maar ook niet te veel jeugd. Dat was nu eindelijk 1 keer 3 punten. Alle andere concurrenten punten ook. En daarom vandaag een beetje kort genieten. En morgen moeten we echt ons helemaal concentreren op ADO.